Goedemorgen jongens. Nou, ik neem aan dat jullie alweer hard aan het werk zijn geweest met het programma. En dat doe je vaak zittend aan een tafeltje of andere dingen. Dus nou is het ook wel eens fijn om af en toe een keer lekker een beetje te bewegen. Ik heb verschillende bewegingen uitgezocht. En die hebben te maken met de dieren die in de zee leven. En het eerste dier wat ik uit ga beelden is een kwal. Heel eenvoudig lijkt het. Je buigt helemaal naar voren en je zet je handen op de grond. Een kwal hangt heerlijk in het water. Blijf zo lekker even staan. Heel goed. Voel je de spieren in je benen? Nog 4, nog 3, nog 2, nog 1. Oké. We gaan verder naar het volgende dier. Weet je wel, dat is met een vin op zijn rug. Dat is die haai. Daarvoor ga je op je buik liggen. Je armen langs je lijf. Je benen. En je hoofd omhoog. En hou weer vast. En nu voel je als het goed is de spieren in je rug. Daar gaan we. Nog 4, nog 3, nog 2, nog 1. Knap hoor. Wauw. Nou, en een lievelingsdier vind ik ook zo leuk. Dat is natuurlijk de dolfijn. Nou, die gaat heerlijk met zijn billen omhoog en zwemt in het water. Voeten bij elkaar. En je billen omhoog, hoofd naar beneden. En blijf maar staan. 1, 2, 3, 4. En kom maar weer omhoog. Heel knap. En de laatste die we gaan doen, dat is de krab. En die is niet zo moeilijk. Ga op je knieën zitten. Je handen naar voren. En doe je hoofd omhoog. En blijf zo lekker even zitten. Dat is heel goed voor je rug, dat zul je wel voelen. En dan gaan we. Nog 4, nog 3, nog 2, nog 1. Nou, dat was even lekker voor al die spieren. Je kunt deze oefeningen vaker herhalen natuurlijk. Veel plezier!